Voordat ik begin, zou ik eerst graag met jullie nog een keertje willen bidden. Vader in de hemel, we komen voor uw aangezicht als vrouwen die u nodig hebben. We hebben u nodig in het luisteren en in het spreken. En ik bid u of u de harten van de vrouwen die hier aanwezig zijn wilt openen voor uw woord. Dat vrouwen die bemoediging nodig hebben, bemoediging zullen ontvangen. En ik bid u of vrouwen die gebroken zijn, uw genade en vergeving mogen krijgen. En of vrouwen die zich soms heel alleen voelen in hun zienswijze, zich bevestigd en gesterkt mogen weten. En dat vrouwen die misschien voelen dat er dingen misschien niet goed zijn in hun leven, ook zullen zien wat er veranderd moet worden. En ik bid u bovenal of u uw Heilige Geest wilt geven. Dat uw woorden zal spreken. Bewaar me voor dwaling en mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons aller hart welgevallig zijn voor u. In de naam van uw lieve zoon bid ik u dit. Amen. Voordat ik begin wil ik jullie eerst hartelijk bedanken voor het voorrecht om iets te mogen vertellen over het moederschap. Ik ben ook heel dankbaar voor het vele gebed dat er is geweest. Ter voorbereiding op deze avond. Want zonder de kracht die God geeft, zonder de steun en bemoediging van velen, zou ik je denk ik niet gestaan hebben. Ja, God is echt goed. Boven deze avond zou ik graag het thema willen zetten. Vrouwen die hopen op God. We hebben net iets mogen lezen uit Hebreeën 6. Over de hoop die we in Jezus mogen hebben. En in het kader van dit thema zou ik ook graag met jullie 1 Petrus 3, vers 1 tot 6 willen lezen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. De diepste wortel van wat er op deze avond gezegd gaat worden is te vinden in vers 5. Het gaat over vrouwen die hopen op God. De hoop op God is de basis van waaruit alles waarover deze avond gaan nadenken zijn oorsprong vindt. Het gaat over de hoop die vast is. De hoop uit Hebreeën 6, dat anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. De hoop uit Romeinen 8. De hoop waaruit we zalig worden. Hoop die zeker en vast is. Hoop die we mogen vasthouden. Sorry. Omdat Hij die het beloofd heeft, is trouw is. En vanuit deze vaste hoop wil ik met jullie kijken naar de kenmerken van een vrouw en van een moeder die hoopt op God. Het eerste punt is, de vrouw die hoopt op God is haar man onderdanig. 1 Petrus 3 vers 1 begint met de oproep aan vrouwen om hun eigen man onderdanig te zijn. Er staat evenzo vrouwen wees uw eigen man onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Paulus heeft in het hoofdstuk hiervoor al opgeroepen om onderdanig te zijn ter wille van de Here aan de menselijke orde. Onderdanen aan de koning en slaven aan hun meester. En in hoofdstuk 3 zijn de vrouwen aan de beurt. Wat een kracht, hè, ligt er in onderdanigheid. Paulus begint ermee door te zeggen
dat vrouwen zelfs een ongelovige man kunnen winnen voor het geloof, zonder woorden, door onderdanig te zijn aan hem. In onderdanigheid wordt een reine levenswandel in de vrezen des Heren zichtbaar, zegt vers 2. Nou, onderdanigheid is mij niet echt komen aanwaaien. En integendeel, hoewel ik opgevoed ben in een heel liefdevol gezin met bijbelse waarden en normen, werd ik toch al best behoorlijk beïnvloed door de geest van de tijd. Ik herinner me dat ik altijd moeite had met het huwelijksformulier. In dat gedeelte bijvoorbeeld, waarin staat dat wij net als Sarah onze man onderdanig moeten zijn. Ja, en vooral dat zinnetje, hem noemende haar Heer. Ja, het stond er wel met kleine letters, maar ik vond het toch maar een beetje een rare zin. Eigenlijk paste dat gewoon niet zo in een modern huwelijksformulier, vond ik. We hebben als kerk toch al niet een al te beste reputatie. En dan ja, moet je met zo'n zin aankomen bij mijn ongelovige vrienden. Nou, denk je natuurlijk, zou ze getrouwd zijn onder dat formulier? Ja, dat ben ik wel. Maar dat nam niet weg dat ik het toch een rare zin vond. Onderdanigheid was voor mij eigenlijk iets van vroeger. Wij wisten nu wel beter. En ook als christen, God had ons per slot van rekening talenten gegeven. En die moesten we gebruiken. En we zijn als man en vrouw gelijk. En onderdanigheid kwam gewoon niet echt in mijn boekje voor. Alleen dan meer in associatie met deurmat of zo. En ja, dat vond ik toch niet echt wat. Maar toch heel diep van binnen, knaagde er wat. Dan dacht ik, wie ben jij eigenlijk? Dat jij het woord van God kan afdoen als uit de tijd. Ben je dan niet gewoon bezig om het woord van God naar je eigen hand te zetten? Ik had er soms wel heel voorzichtig eens over met hier en daar met iemand, maar eigenlijk dacht iedereen hetzelfde. Ik herinner me nog dat het me ja, best een beetje dwars zat en dat ik naar een evangelische boekwinkel ging. En ik vroeg, heb je wat over het onderwerp onderdanigheid? Nou, hij had er eigenlijk niks over. Ja, wel allerlei andere huwelijksboeken, maar eigenlijk niet dat wat ik zocht. Nou, wat doe je dan? Dan denk je, oké, het zal wel inderdaad niet relevant meer zijn. Dus ik stop het maar weer weg. En ja, God is mij genadig geweest. Want in de loop van de jaren mocht ik steeds meer leren over Gods prachtige plan voor man en vrouw. En soms denk ik wel eens dat een van de redenen dat God ons naar Zuidoost-Azië riep, is het feit dat ik zoveel moest doen en lezen in het Engels. En dat wat ik niet vond in Nederlandse boeken, vond ik in veel Engelse boeken en op Engelse sites. En God leerde mij ook heel veel door andere mensen. Ik leerde mensen kennen die leefden vanuit de overtuiging dat wat de Bijbel zegt over man en vrouw, dat heel relevant is, ook voor vandaag. En dingen waarvan ik altijd al wist dat ze waar waren, die dingen wat mij altijd wel een beetje prikkelde, of wat mij een onbehagelijk gevoel gaf, waar ik niet goed een vinger achter kon krijgen, die wisten zij te onderbouwen met de Bijbel. De visie op kinderen bijvoorbeeld. Of de lessen uit Titus 2. Goed, even terug naar het plan van God voor man en vrouw. Het huwelijk is door God ingesteld. En heeft als doel de glorie van God te laten zien. Het huwelijk is het ultieme voorbeeld van de relatie tussen God en zijn gemeente. En leiderschap van de man en onderdanigheid van de vrouw moeten ook eigenlijk in dit plaatje gezien worden. Efeze 5 vers 22 zegt het zo mooi, hè? Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals aan de Heren, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals de Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen man onderdanig te zijn. En Efeze 5 gaat verder met de tekst dat de man zijn vrouw moet liefhebben, zoals Christus zijn gemeente lief heeft, maar omdat dit een avond is voor vrouwen, wil ik me vooral richten op de verse voor vrouwen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Beiden zijn ze geschapen naar het beeld van God. Maar God heeft aan beiden een andere rol gegeven, een rol waarbij ze elkaar mogen aanvullen. Nou, onderdanigheid betekent niet dat je het altijd eens bent met wat je man zegt. Het betekent ook niet dat je zelf niet meer nadenkt of dat je de wil van je man boven de wil van God zet. Of dat de kracht van je geloof afhangt van het geloof van je man. Of dat je onderdanig bent uit angst.
dat je je man moet volgen in zonde of mishandeling goedkeurt. Dat betekent het niet. Nee. John Piper geeft een mooie samenvatting over wat onderdanigheid wel is. Ik wil het even voorlezen. Onderdanigheid is de roeping van de vrouw om met haar gaven het leiderschap van haar man te eren, te bevestigen en te helpen dragen. Het is de gezindheid om het gezag van haar man te volgen en de gewilligheid om zich aan zijn leiderschap te onderwerpen. Ja, onderdanigheid heeft dus eigenlijk alles te maken met je hart. Hoe zie je je man? Hoe reageer je op hem? Respecteer je hem? Of laat je merken dat hij belangrijk voor je is? Luister je naar hem als hij tegen je praat? Raak je hem even aan als je langsloopt? Of maak je klaar wat hij lekker vindt? En laat je zien dat je blij bent als hij thuis komt? Een vrouw, dan gaan we even naar punt 2 uit. Een vrouw die hoopt op God, focust niet op uiterlijke schoonheid. Het zegt vers 3 en 4. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat we ons haar niet mogen doen. Of dat we geen sieraden mogen dragen. Maar het betekent, focus je nou niet op hoe je er aan de buitenkant uitziet. Natuurlijk is het belangrijk dat je er aantrekkelijk uitziet, ook voor je man. En in Hooglied kan je al lezen hoe man en vrouw ook genieten van elkaars uiterlijk. Het is belangrijk dat we zorg aan ons uiterlijk besteden. Weet je, op diezelfde manier eigenlijk een beetje als toen we deden, toen we nog verkering met hem hadden. Misschien, ja, dat weet je vast toch wel. Je maakt je mooi voor hem. Als hij je mooi vond in die spijkerbroek, trok je die aan. En als hij je mooi vond in die lange rok, dan deed je dat. En hoewel dit erg belangrijk is, weten we ook dat het allemaal eerder bergafwaarts dan bergopwaarts gaat met die uiterlijke schoonheid. En als vrouw van in de 40 zie ik dat ook zelf wel een beetje. Die zijn niet echt meer lachrimpels hier en er komt wat grijs doorheen. En die strakke buik heb ik ook al lang niet meer. Maar daarom is 1 Petrus 3 ook zo mooi. Hè? Want hoewel onze uiterlijke schoonheid vergaat, mogen we toch elke dag weer nieuw worden. Mogen we vernieuwd worden met een zachtmoedige en stille geest die prachtig is, een prachtig sieraad is voor God. Nou ja, en dat zien mensen ook. Je kent vast wel zo iemand. Die oudere vrouw die dicht bij de Heere leeft. Zachtmoedig en met een stille geest. Niet hard en ruw. Zachtmoedig. Niet brutaal of luid, maar nadenkend en met een wacht voor haar lippen. Ja, de tijd heeft haar gezicht getekend, maar haar oog en haar lach spreken boekdelen. Je wordt aangetrokken tot een schoonheid die van binnen zit. En het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest trekt ook onze man aan, ondanks het feit dat we ouder worden. Allemaal moeten we leven met een lichaam dat minder wordt. Maar ook allemaal mogen we door genade steeds mooier worden en mogen we zelfs een sieraad zijn voor God. Het derde punt waar we naar kijken is: een vrouw die hoopt op God doet goed. Dat staat in vers 6. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde, u bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Goed doen is iets heel belangrijks voor moeders. Kijk maar eens in Titus 2, vers 3 tot 5. Daar staat: evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het de heilige past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, komt het weer terug, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd worden. Het oude Nederlandse woord, goedertieren, komt het dichtste bij de betekenis van het woord goed doen of goed zijn. Het betekent, heeft heel veel mooie betekenissen eigenlijk. Lief, vriendelijk, eerlijk, bereidwillig,
gewillig, welwillend en ongekunsteld. In de Bijbel zien we dat God goede tier is. Ja, er wordt zelfs gesproken van de goede tierenheden des Heren in Jesaja 63, vers 7. Goede tierenheden in het meervoud. Wat mooi dat we juist goedheid en goede tierenheid als kenmerken mogen zien van een vrouw die hoopt op God. Vanuit de hoop op God mag een dochter van Sara, en dat zijn wij, goede tieren zijn en goed doen. Nou, goed doen is heel praktisch. Het is iets waar je man en je kinderen, ja, heel de wereld eigenlijk naar snakt. Een vriendelijk woord, een aanraking, bereidwilligheid om te helpen, een lief gezicht zonder chagrijn, goed doen, zelfs als je er helemaal geen zin in hebt. Met Gods hulp en met de hoop die je hebt, kun je zelfs goed doen en een vriendelijk woord hebben wanneer je eigen hart gebroken is en wanneer je eigen omstandigheden moeilijk zijn. En dan kan dat soms juist maken dat mensen aangetrokken worden tot het geloof. Ja, en goed doen richt zich niet alleen op je eigen gezin. Nee, door de deuren van je huis open te zetten, kan goed doen ook aan anderen doorgegeven worden. Door jouw goed doen kunnen anderen zien en smaken dat de Heere goed is. En dat is soms heel letterlijk. Als jij een maaltijd klaarmaakt voor gasten. Of als je koffie maakt voor je buurvrouw. Ja, de Bijbel zegt het zelfs. Hè? Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. En leg je toe op gastvrijheid. Wees gastvrij zonder mopperen, zegt 1 Petrus 3 vers 9. Zet de deuren van je huis open. Nodig ze maar uit, die vrienden van je tienerzoon en uw weduwnaar die alleen in de kerk zit. En laat je moederhart maar zien aan die student die bij je in de kerk zit en van wie de moeder ver weg woont. En als moeder van zonen in Nederland kan ik zeggen dat als een andere vrouw een moederhart laat zien aan mijn zoon, dat het mij heel veel doet. Nummer 4. Een vrouw die hoopt op God is niet bevreesd. De hoop die een vrouw mag hebben, zorgt voor onbevreesdheid. Het staat in vers 6. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde, u bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. De aanwezigheid van hoop en van geloof in een God die alles in zijn hand heeft, maakt dat die vrouw en moeder niet bang is. We zijn dochters van Sara wanneer we onbevreesd zijn. Nou, vrees. Wie kent dat niet? Ik zie me nog staan. Ik stond in de badkamer met een zwangerschapstest in mijn hand. Ik deed mijn ogen dicht en ik dacht, als ik mijn ogen open doe, dan weet ik het. Toen deed ik mijn ogen op een kiertje en toen, ja, het kon niet rozer, hè, dat tweede streepje. En toen zag ik neer op de wc, ik deed mijn handen voor mijn ogen en ik dacht, oh Heer, wat zullen de mensen nou wel niet zeggen? 7 kinderen. En hoe lang ik daar zat, weet ik eigenlijk niet meer. En het stormde echt in me. Ik was echt zoveel vrees. Zoveel vrees voor mensen en vrees hoe het nou allemaal verder moest. Maar toen ik daar zo aan het malen was, toen kwam er een gedachte in me op. En ik geloof dat dat van God was. Ik dacht, je denkt nou wel aan mensen, maar wat zegt God eigenlijk? Zegt God, dat is nou echt onverantwoordelijk, zo'n 7e. Zegt God, ja, nou ja, dan had je je verstand maar moeten gebruiken. Of zegt God, nou, je moet heel goed kijken wat mensen om je heen doen en dat moet jij ook doen. Toen dacht ik, nee, dat is niet zo. En toen wist ik ineens wat waar was. Leugens en vrees werden vervangen door hoop en onbevreesdheid. Want God zegt namelijk, kinderen zijn een erfdeel van de Heere en de vrucht van de buik is een beloning. God zegent met kinderen en kinderen zijn van eeuwigheidswaarde. En hij zal je nooit geven meer dan je aan kan. En door het vervangen van leugen met het woord van God kreeg ik nieuwe moed.
Nou ja, toen stond ik op en ik deed mijn rug recht en ik lachte tegen mezelf in de spiegel. En ik dacht, nou mag de hele wereld het ook weten. Dus ze weten het ook altijd heel vroeg. Onze dochter werd geboren op 11 juni 2012 en we gaven haar 3 namen. Vera, Abigail, Faith. Vera komt van veritas, dat betekent waarheid. Gods waarheid gaat boven alles. Abigail betekent vreugde van de vader. En dan hopen we dat zij tot vreugde zal zijn van haar aardse vader en haar hemelse vader. En faith is geloof. Vastklemmen aan Gods waarheid en zijn belofte. Geloven. Daar gaat het om. En zelf heb je vast je eigen voorbeelden van vrees. He, van mensenvrees. Van vrees voor de toekomst. Of van vrees hoe het moet gaan met je kinderen. En God weet dat deze vrees gewoon heel reëel is. Ik bedoel, kijk maar eens wat er staat hè, in vers 6. Dat je niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Nou, het leven is vol van dingen die ons angst zouden kunnen aanjagen. Nou, je tienerzoon gaat uit met zijn vrienden en hij heeft net een week zijn rijbewijs. Of misschien heb je wel torenhoge schulden en denk je, hoe kom ik daar ooit van af? Misschien heb je wel zorgen over je gezondheid. Allemaal dingen waarin het heel logisch is dat we vrezen. Maar toch is er altijd maar weer één antwoord. En dat is, vrees niet. Dochters van Sara, en dat zijn wij, vechten met Gods beloften tegen de vrees die in hun hart opkomt. Dochters van Sara tooien zich met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Nou, en waar denk je aan bij een zachtmoedige en stille geest? Ik denk aan een vrouw vol liefde, tevreden en goed voor anderen. Nou ja, dan komt het beeld van mijn oma op. Ze kon eigenlijk gewoon geen kwaad zeggen van een ander, al zou ze het proberen. Altijd wist ze wel iets goeds over iemand te vertellen. En ze hoefde er bijna niet eens haar best voor te doen. Dat leek wel, zo tenminste. De woorden die ze sprak waren liefdevol en ze was tevreden en zachtmoedig. Hoe gaat het met uw oma, vroeg ik dan. Hoe gaat het met uw ogen? Ze had wat last van haar ogen. Oh goed, oh kind, zegt ze dan. Ik kan nog zien. En dat ze altijd sneeuw voor haar ogen had, dat vertelde ze natuurlijk niet. Want de Heere was altijd goed en het leek wel of ze geen zin kon zeggen zonder dat de Bijbel daarin voorkwam. Of een gezang of een psalm. Ze was stil over moeilijke dingen en praatte groot over God. Ze was zacht en moedig. Zachtmoedig. Stil over haarzelf, maar vol van God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zegt vers 5. En in dit hopen op God ligt ook de wortel van onderdanigheid. Want een christenvrouw stelt haar hoop niet op haar man, of in het krijgen van een man, of in kinderen, of in het krijgen van kinderen. Stelt haar hoop niet op haar uiterlijk, of op geld en een mooi huis. Maar ze stelt haar hoop op de belofte van God. Die vrouw doet me een beetje denken aan de vrouw uit Spreuken 31, vers 25. Daarin staat, ze lacht de komende dag toe. Deze vrouw kijkt niet naar de moeilijkheden, de zorgen, de moeite. Ze kijkt naar God. Ze richt haar blik omhoog. Ze gelooft dat God doet wat hij zegt. En dat hij haar leven in zijn hand heeft. Dat hij haar nooit zal begeven of verlaten. En net als Henoch wandelt ze met God. En wij worden opgeroepen om te zijn als die heilige vrouwen. Ja, het staat er echt, hè? Heilige vrouwen. Nou, en we weten allemaal dat het onvolmaakte vrouwen waren. Sara bijvoorbeeld, hè? Volmaakt was ze niet. Ze twijfelde wel eens aan God en aan zijn belofte. En ze dacht, zou God zijn belofte wel nakomen? Ze werd bevangen door vrees. En toch was het een heilige vrouw. In Hebreeën 11 staat het geheim waarom ze, ondanks het feit dat ze onvolmaakt was, toch als heilig gezien werd. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom. Waarom? Omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd heeft. Ja, daar gaat het om. Hem trouw achten die het beloofd heeft. Dat gold niet alleen voor Sara, maar dat gold ook voor Hanna. Ze geloofde God
En dat liet ze zelf zien op haar gezicht, staat er in 1 Samuel 18, vers 18. Van een verdrietig en bedrukt gezicht kreeg ze een blij en opgewekt gezicht. Omdat ze hem trouw achtte die het beloofd had. En neem nou Rut. Hè, alles laat ze achter. Omdat ze de God van Israël trouw acht. Die God van Sara, van Hanna en van Rut. De God van de heilige vrouwen is er ook voor ons. Is er ook voor jou. Acht God en zijn belofte. Acht God trouw en vertrouw zijn belofte. En hoop op hem. En zo mag je een heilige vrouw zijn. Een dochter van Sara. Die heilige vrouwen, die waren gebroken. En in een zaal als deze kan het niet anders. Dat is gebrokenheid. Hè? Gebrokenheid in gezinnen. Gebrokenheid in huwelijken. Gebrokenheid in gezondheid. In zorg om kinderen. Misschien voelt je zoon zich wel aangetrokken tot mannen en woont hij samen met een man. Misschien ligt het huwelijk van je dochter wel aan diggels en maak je je grote zorgen over je kleinkinderen. Misschien heb je wel een chronische ziekte waar je last van hebt en die gewoon alle vreugde uit je weg zuigt. Of misschien schrik je ook wel eens van wat je denkt, wat je zelf denkt. Wanneer je tegen zoveel problemen met je kinderen aanloopt dat je denkt, had ik hem maar nooit gehad. Of misschien denk je wel, eindigde deze zwangerschap maar in een miskraam. En misschien denk je wel, ja, je moest eens weten hoe mijn huwelijk eruit ziet, hè. Of wat er zich achter de voordeur afspeelt. Hoe ongeduldig ik kan zijn met mijn kinderen. Nou, God weet het. God weet het precies. En hij ziet je. En hij wil jou ook hoop geven in die situatie. Want als je hem verwacht, zal je niet beschaamd worden. Zeg het maar met David. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op God en zijn woord. God zal je niet laten staan. Nou, en hier staat ook gewoon maar de medemoeder. Een van de tegenwerpingen die Wilma en ik hadden toen wij het op ons hart kregen om een boekje te schrijven voor, met bemoedigingen voor moeders, was het feit dat wij niet perfect zijn. Dat we het niet voor elkaar hebben. Dat we midden in de opvoeding van kinderen zitten in alle leeftijden. En dat we nog elke dag leren. Is het misschien niet beter, dachten we, als nou eerst alle kinderen het huis uit zijn. Hè, en dat we iets meer wijsheid hebben. En dat we dan een boekje schrijven. Terugkijkend een boekje schrijven. We hebben het niet gedaan. Want misschien is ernaast staan en er middenin staan ook wel iets wat juist goed is. Misschien is het juist wel goed om met de één hand een kind de borst te geven en met de andere hand te typen. En misschien is het juist wel goed om een paar keer die nacht uit je bed geweest te zijn, zodat je kan meevoelen met die moeders die ook net uit hun bed komen op een ochtend en denken, hoe moet deze dag verder? En het is ook wel goed om kinderen te hebben die niet altijd mee kunnen komen op school, dat je daar nog middenin zit. God heeft ons veel geleerd en we blijven doorleren. Maar samen met hem worden we net als jullie allemaal opgeroepen om andere vrouwen te bemoedigen midden in de situatie waar we zitten. God zegt niet, als jij het nou eens allemaal voor elkaar hebt en als je nou alles met succes hebt afgerond, dan mag je anderen bemoedigen en mag je hopen op mij. Nee, kracht in zwakheid is juist iets wat hem eer mag geven. En graag zou ik van deze plaats ook nog iets heel specifieks willen zeggen over het moederschap. Want alleen vanuit de hoop die we als dochters van Sara mogen hebben, kunnen we het moederschap op een goede manier gestalte geven. Het is denk ik heel belangrijk dat we het moederschap zien als een hoge roeping. Het is niet zomaar een opdracht van iemand. Nee, het is een hele hoge roeping van God zelf. God roept je tot het zijn van een goede echtgenote zodra je die ring om je rechterhand hebt. En God roept je om voor je kinderen te zorgen zodra ze er zijn. En dat is niet zomaar iets. Want deze roeping vrijblijvend naast je neerleggen als optioneel heeft grote gevolgen. Wanneer we niet verstandig zijn, niet onze man lief hebben of onze kinderen lief hebben, niet bezonnen zijn en kuis en niet goed voor ons huishouden zorgen, niet goed zijn en niet onze eigen mannen onderdanig zijn, dan wordt het woord van God gelasterd, staat er. Gelasterd.
Laten we hier met elkaar voor waken en elkaar aanmoedigen om de roeping die God ons geeft op een goede manier gestalte te geven. We geloven dat God het is die het huwelijk heeft ingesteld. En we geloven dat God ons kinderen geeft. Wanneer Hij ons een man en kinderen gegeven heeft, is het onze eerste taak om hen lief te hebben. Natuurlijk moeten we God lief hebben boven hen. Maar man en kinderen volgen daarna. Omarm het moederschap. Ontvang met blijdschap de kinderen die God je gegeven heeft. Voed hen op in de vrezen des Heren. En daar is nou echt niks minder waardigs aan. Dat is iets waar geen carrière tegenop kan. God roept ons om als moeders ons leven af te leggen. En om te leven uit de hoop en om onze kinderen bij Jezus te brengen. Nou, en gehoor geven aan deze hoge roeping betekent misschien wel eens dat je helemaal alleen staat. Je bent misschien net als ik ook opgegroeid met de slogans op school. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Hè? Echt jaren 90, 80, 90 kapsels, misschien weet je het nog. En wat die toekomst ook mocht zijn, zorgen voor je huishouden en voor je man en voor je kinderen, dat was er niet echt bij. Het vraagt een ommekeer om van dat denken los te komen, vraagt een ommekeer die genoemd wordt in Romeinen 12 vers 2, namelijk een vernieuwing van ons denken. Zodat we kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke wil van en volmaakte wil van God is. Het werk dat je in je keuken doet is niet minder waardig. Integendeel, het heeft eeuwigheidswaarde. Als jij een maaltijd klaarmaakt voor iedereen die in je huis is, en als je groenten staat te snijden met die peuter naast je, dan doe je een groot werk in Gods koninkrijk. Spurgeon zei het eens zo: je dient God net zo goed wanneer je voor je eigen kinderen zorgt, hen opvoedt in de vrezen des Heren, wanneer je zorgt voor je huishouden en je huis een kerk voor God maakt, dan wanneer je geroepen zou zijn om een leger van de Heren van de lege machten te leiden. Je werk wordt niet altijd door anderen gezien. En Hanneke zei het net ook al. Zelfs niet door je man en door je kinderen. Ik bedoel, ik weet niet hoe jouw kinderen zijn, maar mijn kinderen zeggen nooit fijn dat de wc weer schoon is. Of je hebt vast veel werk gehad aan deze maaltijd. Niemand ziet het. Hè? Maar Hebreeën 6 vers 10 ziet dat anders. Want God is niet onrechtvaardig, staat er. Dat Hij uw werk zou vergeten. En de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. God ziet het en Hij zal je belonen. Vouw die berg was uit liefde voor Hem. En luister desnoods naar een preek ondertussen. Of speel een lijst met liederen af op Spotify. Maak koffie uit liefde voor Hem en zet de deur van je huis open. En dat kan soms best wel eens lastig zijn. Want dat betekent dat liefde voor een opgeruimd huis wel eens op een lager pitje moet. Het kan soms ook best wel eens zwaar zijn om je deur open te stellen voor mensen. Want soms brengt God mensen op je pad die veel van je vragen of die je plannen omgooien. Maar iedereen die op je weg komt, komt daar niet toevallig. God brengt hem of haar op je weg en de wereld snakt echt naar een moederhart. En of je nou getrouwd bent of niet, jij kan dat moederhart laten zien. En dat geldt ook voor single vrouwen. Hoeveel vrouwen zijn er niet geweest met een moederhart die single waren? Ik denk bijvoorbeeld aan een Corrie ten Boom of een Amy Carmichael. Vrouwen die met een diepe ontferming bewogen waren met de wereld om hen heen. En om staande te kunnen blijven in je hoge roeping en om de hoop en Gods belofte vast te houden, is het levensbelangrijk dat je je vult met het woord van God. En hoe druk je ook bent, maak tijd voor God en voor zijn woord. Door stille tijd, maar ook door het memoriseren van Bijbelgedeelten. Want Gods woord is ons enige houvast in moeilijke dagen. Toen onze oudste zoon het huis uitging en aan de andere kant van de wereld ging wonen, was dat voor mij echt een heel moeilijke tijd. Kijk, als alles goed gaat, lukt het nog wel een beetje om rust te hebben. Maar als dingen niet lekker lopen, en als jij zelf en anderen zich soms zorgen maken, ja, dan wordt het toch wel anders. En toen onze oudste zoon het huis uitging en onze tweede kort daarna volgde, moest ik echt leren begrijpen
dat het uiteindelijk God is aan wie we onze kinderen kunnen toevertrouwen. Ik ging op zoek naar boeken over gebed. Want ik besefte dat de rust voor de storm in mijn hart zou moeten komen uit God en zijn woord. En in mijn zoektocht ontdekte ik het boek Setting Their Hope in God. En in dit boek worden Bijbelgedeelten omgezet in gebed. En dit boek heeft echt mijn gebedsleven compleet veranderd. Natuurlijk had ik altijd gebeden voor mijn kinderen. Hè? Vanaf dat ze in je buik zijn, bid je voor ze. Maar op een of andere manier ontkwam ik niet aan een sleur. Ik bad of God hen wilde helpen, of hij hen wilde zegenen, of ze hem mochten kennen. En dat is allemaal heel goed en waar. Maar soms schoot ik gewoon woorden tekort. Maar door het bidden van Gods woord had ik geen woorden meer tekort. En waren er altijd nieuwe gebeden die gebeden konden worden. Door de Bijbel werden woorden gegeven aan het diepste verlangen van mijn hart. Namelijk dat onze kinderen hun hoop op God zullen stellen. Ik ging bidden met Paulus bijvoorbeeld. Of God het ogen van het hart van mijn kinderen wilde openen. En met de psalmen of God hun toevlucht en sterkte wilde zijn. En die woorden hielpen me niet alleen met bidden. Maar die gaven mijzelf ook heel veel troost. Ik merkte dat ik het boek ging aanbevelen bij mensen. Maar dat het Engels toch best een hoge drempel is. En zo legde God het op mijn hart om een soortgelijk boek in het Nederlands te schrijven. En tot mijn grote dankbaarheid is dit boekje sinds 2 weken ook beschikbaar. Zonder God en zijn woord kun je niks. Jezus zegt het zelf zo, hè. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kan je niks doen. Een vrouw die hier in ons tot groot voorbeeld kan zijn, is Susanna Wesley. Zij was moeder van John en Charles Wesley en zij leefde in 1669 tot 1742. Ze had een huis vol kinderen, 19. Ze heeft veel moeilijkheden gekend. 9 kinderen zijn jong gestorven. En er was vaak tekort aan eten. En 2 keer is ze alles verloren door een brand. Maar ze had een standvastig geloof in God. Ze hoopte op God en hield zich vast aan zijn belofte, ondanks al haar moeilijkheden. 2 van haar zonen, John en Charles, werden bekende opwekkingspredikers. Hun moeder heeft een grote impact gehad op hun leven. John, die was de 15e van het stel, zei eens: ik heb over het christelijk geloof meer geleerd van mijn moeder dan van alle theologen in Engeland. Wat een erfenis. Maar Susanna had een geheim. En wat was haar geheim? Hoe druk ze het ook had, en reken maar dat ze druk was. Altijd was er tijd voor gebed. Ze ging dan in een hoekje zitten met een schort over haar hoofd en dan bad ze. En al haar noden en zorgen legde ze voor God neer. Ja, en dan bad ze voor haar kinderen. En de kinderen wisten, als mama met haar schort over haar hoofd zit, mogen we haar niet storen. Nou, en dan denk ik, laten wij ook zo'n schort over ons hoofd moment hebben. Hè? In de vroege uurtjes van de dag, of later op de dag. Maar vul jezelf met Gods woord. Hè, zoals ik net al zei, luister eens naar een preek tijdens het dwarsvouwen. Of memoriseer Bijbelgedeelten die door de dag heen in je hoofd zijn. Ik ben van nature echt een piekeraar. En het hebben van kinderen is een recept voor piekeren en voor zorgen maken. Maar echter door het opzeggen van Bijbelgedeelten, 's nachts bijvoorbeeld, hè, die tijden waarin je gedachten zo kunnen rondgaan en blijven rondgaan, is datgene wat rust geeft. Is het woord van God datgene wat rust geeft. Psalm 16, vers 7 en 8 bijvoorbeeld. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Nou, dan moet je het maar fluisteren. En, of zeg het op in je hoofd als je bang bent dat je man wakker wordt. Blijf in hem. En hij in jou. Dan blijft hij in jou. Volhard in de hoop op hem. Want zonder hem kan je echt niks doen.